Ja, Misha, ik ben weggegaan. En niet omdat ik het niet leuk vond, maar omdat ik helemaal afgesfeerd ben. Ik was er niet lekker van de week, misselijk en zo, noem maar op. En toen kreeg ik griepje erbovenop, griepje. Ik denk verkoudheid, niet overdrijven. Maar ik ga naar huis en naar mijn bedje toe. Mijn stalen roos staat daar, zie je dat achter? En ik wil even beginnen bij het goede nieuws. Ik vond jullie set uitstekend. Echt goed. En ook die remix van de Dritte Raum, dat vond ik helemaal te gek. En ik vond het fijn om jouw lieve mooie vriendin te zien. Annika was echt superleuk. Het minder goede nieuws vond ik dat je gewoon, terwijl ik zo mijn best deed om het naar mijn zin te hebben bij, om het buiten, na jouw set, meteen weer over Feyenoord te beginnen. Dat vind ik gewoon niet tof. Kijk, ik bedoel, andersom had ik het waarschijnlijk ook gedaan hoor, maar had je het ook niet tof gevonden. En ik weet dat Ajax veel fouten gemaakt heeft dit jaar, maar het is toch niet zo leuk om dat onder mijn neus gevreven te krijgen. Zeker niet als ik zo mijn best doe om hier te komen terwijl ik dood en doodmoe ben. Snap je? Dus heel veel plezier morgen bij Feyenoord. Dat ik die naam uit mijn mond krijg, is ongelooflijk. Maar goed, heel veel plezier bij die club uit Rotterdam. En ik hoop je snel te zien. Oh ja, je gaat natuurlijk binnenkort, over een maand of twee of zoiets. Dan verhuur ik mijn huis aan jullie. Ik hoop wel dat ik het terugkrijg zoals jullie het gevonden hebben. Maar zoals vanavond, als ik je zie hoe je bezig was, dan denk ik, heb ik daar een beetje hard hoofd in. Dus laten we er van de week nog even over hebben, oké? Dag jongen, hoi hoi.